in de paleistuin van dit schitterende slot. We zijn weer even terug in de Michaëlakerkje. Dit is het zogenaamde Figaro House, oftewel het huis waar Mozart heeft geleefd. De Domgasse. Dit deel van de Stephansdom is inmiddels helemaal gerestaureerd. Het ziet er werkelijk schitterend uit. Waarom heb je gewoon? We zijn bij de orangerie aanbeland. Heel in de verte, in de tuin van dit paleis, zit Jopie op mij te wachten. Ornament op de bovenzijde van het paleis. Ja, dat is niet.
Een laatste plaatje van Schönbrunn. En een laatste blik op dit fraaie slot.